Maar dit is dus het moment van de waarheid, hè? Mijn eerste V2 watermeloen. Eerste V2 watermeloen, mond open. Want we gaan hem wel even gewoon ritueel nemen, hè? Komt-ie. Hatsa, scoopie erbij? Ja, lekker! Yes, jongens, Sam Hoogland hier. Tof dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Vandaag gaan we even iets heel anders doen, want ik ben met Koen Weiland en hij is vijfvoudig Nederlands kampioen FIFA. We gaan natuurlijk straks ook even trainen, dat is wel de bedoeling, want volgens mij is dit de eerste keer dat ik dit speel terwijl ik nuchter ben. Normaal doe ik dit alleen als ik heb gezopen met vrienden, maar we dus... En jij zuipt nogal wat af, hè? Dus eigenlijk heb je het wel heel vaak gespeeld, maar... Ja, wij zuipen wel altijd onze kop eraf, ja. Ja, echt, hè? Ah, jij hebt me wel verteld dat je vroeger... Volgens mij toen je geblesseerd was, ja, dat toen je toen maar even eerste divisie had. Ja, maar dat was FIFA 11 of zo. Dus ik ga Koen even een jantje geven, denk ik. Nou ja, het zou kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ik ga wel met iets speciaals spelen. Ik heb hem hier nu nog niet echt officieel geopend, maar dat ga ik gewoon tegelijkertijd doen. We zijn hier al even aan het draaien voor Sam. Ik open nu deze video op mijn kanaal. Jongens, we gaan FIFA spelen met Sam Hoogland. Jullie kennen hem misschien wel. Ben je nou het neefje van Joel Beukers? Ja, ik ben neef Sam. Neefje zelfs, hè? Ja, neefje. Ja. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben niet het neefje, maar dat zijn gewoon mijn ooms. Oma Woetroe en oma Joël Beukers. Dat zeiden ze bij RTL Boulevard, dat jij het neefje was. Hebben ze bij RTL Boulevard? Ja, bij Shownieuws zeiden ze het ook. Ja? In de privé ik kan het niet. Is niet waar. Sam in elk geval gewoon de fitnessbaas, rugbybaas van Nederland. Yes. We gaan potje FIFA doen eerst, daarna gaan we de gym in. Maar potje FIFA ga ik spelen met het team. En ik weet nu niet eens even 100% zeker in welk team hij speelt. Maar volgens mij zat hij bij Wimbledon en misschien nu bij Sheffield of zo. Hij heet Adebayo Akinfenwa. Ken je die gozer? Nee, die ken ik niet. Kent hij niet. Mooi, ga je straks wel zien waarom ik met dat team ga spelen. Die gast is... Volgens mij de sterkste speler ter wereld. Dus die gozer die gaat echt voor goud. Die gaat echt voor goud. Okay, die gaat echt voor goud. Ik denk dat hij echt heel veel scoopies neemt elke dag. Als ik niet kan winnen, dan neem ik gewoon een scoop. Hè? En dan gaan we gewoon door. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe jij presteert met een paar scoopies in je mix. Ik wil net zeggen, het enige wat ik eigenlijk altijd doe is een beetje eiwitshakes. Dat is eigenlijk alles. Oké, nou dan gaan we zo meteen even wat scoopies nemen. Zie je niet, hè? Dan gaan we zo meteen even die hele gym kapot maken. Daar hebben we ook nu al zin in, gewoon. Alright. Even kijken wat voor formatie ik ga doen. Akinfenwa wordt sowieso de man waar het om gaat draaien. Maar ik ben een beetje bang. Jij hebt wel gewoon een gevoel hiervoor. Ja, wat staat paasje? Krijg je toch? Ja, weet je, ik geloof het eigenlijk wel met dit team. Het wordt toch pompen of verzuipen. Goed, oké. Okay. Jongens, lang genoeg gewacht. We gaan spelen tegen de breedste baas. Hoe oud ben jij eigenlijk? 22, man. Ik ben 22. Ja? Een broekie naast me ook nog. Hoe oud ben jij dan? 24, man. Broekie, gaat niet dat zeggen. 22, deze man. Dat is toch ziek? Hij speelt er gewoon in het Nederlands elftal met rugby? 15-tal. Wij spelen Oh, ja, dat zeg je echt 15-tal. Nee, ja, het Nederlands team zeggen wij gewoon. Ja, beter. Nederlands team. En dat is gewoon niet professioneel, dus hij zegt wat dat betreft heb ik het beter voor elkaar met een beetje FIFA spelen voor geld. Een beetje FIFA spelen, ja. Oké, ben je klaar voor? Zeker, dit gaat uit. Ja, die weet hij gewoon hoor. Hij weet wel gewoon meteen hoe hij die trainer uitzet. Dus weet je hoe dat komt? Ja. Wij spelen alleen met de demo, joh. Wij hebben het hele spel niet eens. Weet jij wat? Ik ga me focussen, denk ik. Met Adebayo Akinfenwa. Als ik met die man score, wat ben jij straks van plan in de gym überhaupt? Ja, ik weet... Je had het al over van ja... Maar hij is al gebeld naar ze, of niet? Want... Ja, ze weet dat je komt. Ja, want we gaan die hele tent afbreken. Hier, kijk, Pogba. Daar zijn ze denk ik wel op voorbereid, hoor. Die hele tent wordt afgebroken. Ik denk dat ze vast kunnen gaan renoveren. Dat is misschien beter. Ik pak nu al een gele kaart, hoe kan het? Maar oké, terug over de gym. Ik moet me nu focussen, jongen. Ja, echt, ik merk het ook aan jou, ja. Ik kan geen twee dingen tegelijk. Man, die paas. Rechterbeen. Kijk, hem hier even een lekker gewoon een fake shotje doen. Gewoon in mijn 16. Kom maar, daar ligt de ruimte. Heel goed. Aanname goed, prima. Nee, dit gaat... Kijk, het gaat zo. Ik kan ook gewoon niet verdedigen. Schijt, dit is zwaar geel. Als dit geen geel is... Dit is gewoon rood, toch? Of niet? Nou, mag dit wel? Maar wel geel, toch? Scheids, optreden, kom op. Nee, hij pakt niks. Oh, jawel. Hij gaat mee. Nee. Heb ik weer even massa. Kijk, en hier hebben we dan onze sterke man. Aanspeelpunt. Dat is wat hij moet doen. En nu doorlopen. Oh, zat hij goed tussen. Mensen zeggen dat rugby eigenlijk helemaal niet zo heel hard is. Wat vind jij ervan? Het is wel veilig. Laat ik het zo zeggen. Ah, veilig. Het is wel hard, maar gecontroleerd hard. Zal ik het doen? Ja. Als je de bal hebt, weet je dat je geraakt gaat worden. Oké, kun je er echt over op instellen. Ja, dus met voetbal... Kijk, het is misschien normaal gesproken een iets minder harde sport, maar ja, daar komen mensen weer met gestrekt been in en Het is wat valser, weet je wel. Ja. Kijk, natuurlijk... Iets verwijfder eigenlijk, kijk. Gewoon, hoe kom jij met 3 man daar vrij alweer, weet je wel? Ja. Ook gewoon met een hartje. Ja. Kun je het niet gewoon normaal erin tikken? Dit is gewoon disrespectful, hè? Nee, kijk dan. Dat moest echt. Akinfenwa, kijk hoe sterk zijn. Daar hebben we hem voor gehaald. Hij moet er wel eentje maken, anders is mijn wedstrijd niet geslaagd. Dan ga ik daarvoor zorgen dat het niet gebeurt, hoop ik.
Jezus man. Kom op, ik moet nu op zoek naar die grote man. Ja, jij gaat nu gewoon dus met mij spelen om die guy te zoeken. Ja. Hier is hij. Oh, hij is gewoon. Hij komt er dan niet langs. Man. Hij is heel sterk. Let op, hier is hij weer. Niet bereikt. Hij kan niet rennen ook. Nee, hier is hij. Let nou maar op. Hij gaat nog scoren. Ik weet alleen nog niet of hij links of rechts is. Maar dit is een goede actie. Kan hij wel rennen ook? Hij kan alles. Kijk dan, hier heb je hem. Oh. Kijk hoe groot die gozer is. Nou, daar. Of dat dan weer niet? Ja, maar het wordt 2-0. Oh, wat doet hij? Jammer, joh. Cashkit, dat was de man die net scoorde. Daar is hij, 1-2. Krijg hem terug. Geen buitenspel. Maak het. Hij kan ook helemaal niks eigenlijk. Het is wel echt een kast ook. Het is echt een kast. Het is ook echt een kast. Nee, hij gaat op 1-1 komen. Oh, hij miste hem. Ik moet even met je bijblijven. Cashkit is toch de man van de wedstrijd, ondanks die gemiste kans. Dat neem ik me niet meer kwalijk. Pierre, kijk, hem snijden hier. Dat is het enige wat ik kan doen. Jongen. Waar is die grote? Nou ja! Mijn video is eigenlijk pas geslaagd als ik met hem score. Kom op, hier is hij, hij staat vrij. Naar je rechter. Ja! Kan helemaal niks! Jij kan gewoon niks. Ja, misschien is dat het. Oh, dit is dan niet normaal. Het kan nog steeds. Ja, dit gaat niet goed. Ik heb te weinig scoops genomen, denk ik. Ja, neem er nog even eentje dan. Ik ga zo een scoopje nemen. Even een time-out. Ja, is goed. Ja, toch naar je rechter. Yes, hij doet het. Hij scoort ook gewoon met die gast. 86e, oké, ik dacht laatste minuut. Akin fan, maar dit hadden we nodig. Ah, nee, deze hier. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik doe maar wat. Waarom doe ik zo? Ik doe zo omdat jij bij me bent. Dat doe ik normaal nooit. Je gaat niet nog een keer scoren, hoor. Ik ga er nog eentje maken. Nee, echt dan wordt het toch nog een soort officieus jantje. Ah, die gozer heeft mijn kansen gemist, die Akin Venema. Man. Jij was helemaal blij met hem, alleen eigenlijk stelt het niet zoveel voor, dus. Nee, natuurlijk niet. Ja, het is afgelopen. Eerste pot zit erop. Wel goed gespeeld. Serieus. Ben je serieus? Nou ja. Nemen we nu die scoop? Ja, we gaan nu die scoop. We gaan die scoop nemen. Scoopje erbij. Ja, even een scoopje erbij. Net verloren, dus ik denk gewoon dat het komt omdat ik niet genoeg scoops heb. En ik ben wel benieuwd of Koen überhaupt kan spelen als hij scoops op heeft. Dus ten eerste even kijken. Ja, is het zo lijp? Ga ik zoveel fysieke shit voelen? Het valt allemaal. Deze open. Kijk, deze. Die is voor jou. Gewoon. Dat krijg je sowieso. Ah, oh, dat vind ik top. Ja, dan mag je onbeschaamd promotie maken. Dan mag je. Die is, dit is jou? Die V2 waar jullie het altijd hebben. Dat is de V2, watermeloen. Oh ja. Hier, deze is al open, dus deze gaan we gewoon even lekker nemen. Ja, deze bij mij hier in de. In de kast. In de kast. Maar dit is dus het moment van de waarheid, hè? Mijn eerste V2 watermeloen. Eerste V2 watermeloen, mond open. Want we gaan hem wel even gewoon ritueel nemen, hè? Komt ie. Hatsa, scoopje erbij. Ja, lekker. Eerlijk, het is best lekker gewoon, toch? Het is gewoon goed te doen. Een volle scoop. Oh, lekker dat droge poeder in je bek, wat is? Mm-hmm. Ja, het is sowieso lekker, het smaakt gewoon goed. Je moet nog een klein beetje nemen. Kom maar. Ga je lekker. Oh. Ja, we kunnen niet te hard schreeuwen hier, want dan worden die mensen daar dan wel een beetje lijp, denk ik. Maar we nemen gewoon lekker nog een scoop. Hatsa! Oh jongens, lekker, wat gaan we ervoor straks? Dus dit was, moet je altijd een beetje anderhalve scoop doen? Ja, ik heb er net ook alleen op. Ik had net natuurlijk ook een beetje getraind al. Ga je 3 keer per dag naar de gym soms, of niet? 2 keer is maar. Ja, 2 keer wel, maar soms moet ik dan ook nog rugbier, dus dat is wel een beetje veel eigenlijk, maar. Ja, ik weet niet welk team ik moet nemen, man. Het is allemaal. Neem gewoon, kies maar, joh. Maakt ook geen fuck uit eigenlijk. Eigenlijk niet, hè. Derry City. Ik ga mijn opstelling niet eens doen, eerlijk gezegd. Ja, ik wel, want ik wil even voor Ronaldo een spits natuurlijk. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Dit gaat. We gaan zien of dit de video überhaupt gaat halen. Dit kan wel eens de slechtste wedstrijd in jaren worden. Oké, succes. Tweede pot met Sam Hoogland. Ik ben benieuwd. Scoopie zit erin. Ik ben benieuwd of jij nu gewoon echt gaat rammen. Ja, maar nu word ik lijp zo. En dan, kijk, ik kan die scoops handelen, jij niet. Dus dat is het hele ding, snap je? Ja, dat is het. Ik val hier van mijn stoel straks. Zo, ik voel het nu al tintelen in mijn gezicht, weet je dat? Ja, lekker hè? Holy shit, dat is de score. Hij zit! Ook gewoon door mijn poortje. Ik voel hem die scoopjes een beetje tintelen. Het is dus niet goed. Jij wordt dus alleen maar beter dan het spul, hè? Dus volgende keer, als jij de competitiewedstrijd hebt, dan neem je gewoon 2 scoops en dan ram je gewoon even die schijven door het dak. Precies. Je hebt zelf daar ook kunnen schieten. Ik zit hier te lachen, maar ik voel echt mijn hele gezicht tintelen, jongen. Dat is echt niet normaal. Maar dat is toch lekker? Dus heb ik nu niet het idee van, oké, ik ga zo meteen echt die hele tent afrekenen. Ja, ik snap wel echt nu wat je bedoelt, ja. Eerst even scoren. Weer via de keeper, ik weet niet waarom, maar het is wel gewoon 2-0 in de 20. Misschien was ik toch beter met. Dat jantje wat je net over had, gaat nu komen. Nou, ik hoop het echt niet. Die gaat nu komen. Rugby Olympische sport eigenlijk? Ja, de rugby 7 tegen 7.
Dus op een 7 tegen 7 op een heel veld. Kun jij je daar ook voor kwalificeren dan? Voor Olympische Spelen? Of? Nou, Nederland Sevens doet niet echt meer mee met. Volgens mij hebben ze geen. Die scoopies! Geef me meer van dat spul! Geef me meer van die scoopies! Ja, dit is wel echt Jantje klaar. Ik geef jou gewoon 2 scoops en je maakt me gewoon af met echt. Dit is heel ziek. Met een lijp team. Ja, eigenlijk is Jantje wel echt stoppen, ja. Ja, dit is gewoon stoppen, ja. Ja, sorry. Dit is misschien gewoon niet jouw ding, maar misschien. Misschien moeten we maar gewoon gaan trainen. Denk het wel, man. Laten we gewoon lekker gaan trainen. Wil jij zien hoe wij gaan trainen, hoe we die tent gaan afbreken, sportschool hier om de hoek? Check Sam's kanaal, link staat in de beschrijving hier. Toch? Ja. Moet ik nog meer zeggen? Ja, moet ze nog meteen rechtstreeks naar je webshop sturen? Groei lekker, zou ik zeggen. Groei lekker, doe dat. Dat was leuk. Oké, Tim heeft gescoord met een jantje. Sam kan beter bij trainen. Leuk dat je er was. Thanks voor het kijken allemaal. FIFA 18 zijn we er gewoon weer. Thanks voor het kijken. Adios. Ciao, ciao, ciao.